We beginnen gewoon dramatisch. We beginnen gewoon slecht. Volgens mij was het eerst de beste lange bal. Tweede bal vinden we niet. Vrij trap, ja, gaat erin. Het is onnodig, hè, om daar een overtreding te maken. Nou, maak eens hem. Dat denk je, heb je wel een beetje. Je creëert stress een beetje in het team. Maar ik denk dat we ons goed herpakt hebben. Eerste helft ook een hele goede kans gecreëerd. Maar hun keeper pakte goede ballen, mag ook gezegd worden. Maar oké, we zijn blijven voetballen en we hebben kansen gecreëerd. Niet veel weggegeven. En we stonden goed. Zonder echt super gevaarlijk te zijn, maar we hadden controle. En de tweede helft zijn we dan erop en erover gegaan. Ja, het maakt net hoe je scoort, als je maar scoort. En dan zit het gelukkig dan net voor ons mee. Maar ik denk dat het gewoon beide hele terechte penalties waren. En misschien is dat met Openda nog een derde penalty hadden kunnen krijgen. Elke week is belangrijk. Het klinkt misschien cliché, maar we hebben nu iedere week finales. En ja, je moet iedere week moet je winnen. Niet te ver vooruit kijken, ook niet naar anderen kijken. Vooral moet je zelf bezig zijn, ontwikkelen, beter worden, sterker worden iedere dag. Ja, we hebben gewoon een heel goed elftal. Technische staf is heel goed. Ze bereiden ons top voor. Ja, wij moeten in het veld laten zien. En dan gaat het denk ik goed komen.